Als u een film uit zijn verpakking haalt, denkt u aan de opname die u wilt gaan maken, aan de opname die niet gemaakt zijn, aan het genoegen dat u steeds opnieuw beleeft aan de foto's die u bezit, of misschien ook vraagt u zich af hoe zo'n film wordt gemaakt. Het gele schutpapier dient als bescherming voor de film zelf. De randen zijn afgeschuind, waardoor ze stevig tegen de spoelflenzen aandrukken en zo lichtinval voorkomen. Deze nummers geven aan hoeveel opnamen u hebt gemaakt. Een fotografische film bestaat uit 4 lagen. Een beschermlaag, de lichtgevoelige emulsielaag, een doorzichtige onderlaag, de basis, en tenslotte een anti-halo-laag die het optreden van reflecties tijdens de belichting voorkomt. Gelatine, gemaakt van dierenhuiden, is het voornaamste bestanddeel van de beschermlaag en van de emulsielaag. Maar het zilver in de emulsie maakt de film gevoelig voor licht. Voor het maken van de onderlaag of basis worden uitgezochte kwaliteiten katoen of houtvezels langs scheikundige weg omgezet in celluloseesters. De celluloseblokken worden eerst machinaal verpulverd. Uit een voorraadreservoir vallen de celluloseesters in een menger waar oplosmiddelen worden toegevoegd, zodat een heldere, stroopachtige vloeistof ontstaat. Dit is al de filmonderlaag, maar dan in vloeibare vorm. Na het filtreren wordt de vloeistof nogmaals grondig gemengd. Vervolgens wordt het mengsel door koelpijpen gepompt, waar het de vereiste temperatuur aanneemt, om dan in een gelijkmatige laag te worden uitgegoten op een enorme roterende trommel. Na 1 omwenteling is de film voldoende vast geworden, zodat hij zijn weg door een labyrint van droogrollen kan vervolgen, om aan het eind hiervan droog te worden opgerold. Deze giettrommel heeft een diameter van 5,5 meter en is meer dan 1,5 meter breed. Dagelijks kan hij ettelijke kilometers filmbasis produceren. Maar de trommel is maar klein in vergelijking met de gietmachine waarvan hij een onderdeel vormt. Deze gigant is 5 verdiepingen hoog en 22 meter lang. Er bevindt zich altijd 400 meter filmbasis in de machine. Ervaren technici bedienen een aantal ingewikkelde regelsystemen die ervoor zorgen dat alles feilloos verloopt. Geen stofje kan in deze ruimte binnendringen. Hier controleert een van de technici de afgesloten droogkamer waar de filmbasis doorheen loopt. Hier droogt de basis geleidelijk en gelijkmatig. Een meterteller aan het einde van de machine geeft aan wanneer het tijd is om een nieuwe rol op te zetten. Voor kwaliteitscontrole in het laboratorium worden enkele stroken afgesneden. Het verwisselen van de rollen vraagt samenspel en accuratesse, want de machine draait door. Gewoonlijk duurt het 30 seconden. De volle rol wordt verwijderd en voorzien van een identificatiekaartje. De zijkanten worden beschermd met plastic flenzen. In afwachting van het rapport van de afdeling kwaliteitscontrole wordt de rol naar een magazijn gebracht. Pas als is vastgesteld dat de teststroken aan de gestelde normen beantwoorden, zal de rol voor de filmfabrikage worden gebruikt.
De dikte van de filmonderlaag wordt gemeten. Hij moet binnen 4000ste millimeter nauwkeurig zijn. De boerderij zorgt voor een andere grondstof. Gezuiverde gelatine van geselecteerde koeienhuiden. Gelatine wordt gebruikt voor de beschermlaag en vormt ook een belangrijk bestanddeel van de lichtgevoelige emulsie. De bladen gelatine worden in een stamper fijn gemaakt om het verwerken te vergemakkelijken. Ondertussen maken de chemici een aantal ingrediënten gereed die de emulsiemakers straks nodig zullen hebben. Een oplossing van kaliumbromide wordt hier door een roerder gemengd. Het aantal omwentelingen per minuut wordt nauwkeurig constant gehouden. Voor de emulsiebereiding is maar een geringe hoeveelheid van de oplossing nodig. De voorraad die hier verdeeld wordt, is voldoende voor 1 week. Zilver is wel de belangrijkste grondstof in uw film. U ziet hier een gedeelte van de meer dan 14 ton die elke week voor de vervaardiging van films worden gebruikt. Deze staven, die elk 36 kilo wegen, zijn voor bijna 100% zuiver. De lichtgevoelige eigenschappen ontstaan na een reeks scheikundige bewerkingen. Het zilver reageert met salpeterzuur, waarbij zich zilvernitraat vormt. De staven lossen snel op in deze verwarmde ketel met zuur. Als de oplossing wordt gekoeld en uitgedampt, vormen zich zilvernitraatkristallen. Terwijl de kristallen in een roestvrij stalen vat stromen, wordt een monster getrokken dat op kwaliteit zal worden onderzocht. Een geringe hoeveelheid wordt in een elektrische oven verhit. Het licht van gloeiend zilvernitraat heeft een karakteristieke kleur die fotografisch wordt vastgelegd. De film wordt daarna op een densitometer bekeken om de graad van zuiverheid van het monster vast te stellen. De nu volgende fase van de filmfabrikage moet er bij duisternis of gedempt licht geschieden. Maar laten wij wat licht maken, dan kunnen we zien hoe de emulsie ontstaat. De zilvernitraatkristallen worden eerst opgelost in gedestilleerd water. Tegelijkertijd worden de stukjes gelatine langzaam aan de andere ingrediënten toegevoegd, die ondertussen in een roestvrij stalen ketel al roerend worden verwarmd. Als dit mengsel klaar is, wordt het kaliumbromide eraan toegevoegd. Dan volgt de zilvernitraatoplossing. Het kaliumbromide en het zilvernitraat vormen zilverbromide. Het zijn de zilverbromide deeltjes die, als u straks een foto maakt, de inwerking van het licht ondergaan. Verschillende andere chemicaliënmengsels worden nu bijgegoten. Zij zorgen ervoor dat de emulsie de gewenste eigenschappen krijgt. Zoals bij alle andere bewerkingsfasen wordt ook hier de kwaliteit beoordeeld aan de hand van een monster. Film is uiterst gevoelig, niet alleen voor licht, maar ook voor vele alledaagse stoffen. De namen van producten die deze schadelijke stoffen bevatten zijn in een lijst verzameld. Het personeel dat bij de filmfabrikage is betrokken moet het gebruik van deze producten vermijden. Vijand nummer 1 is kwik. Zelfs sporen van dit metaal kunnen heel wat schade veroorzaken. Zwavelverbindingen, gebruikt voor het bestrijden van plantenziekten, zijn eveneens uit de boze. Zelfs de kleding kan moeilijkheden geven. Sommige siliconen waarmee kledingstoffen worden geprepareerd, zijn nadelig voor de film. Een gevaar van recenter datum is radioactief stof.
Met behulp van speciale apparaten worden luchtmonsters genomen, waarmee wordt vastgesteld of de toegelaten hoeveelheid radioactiviteit niet wordt overschreden. Deze papieren filters vangen de stofdeeltjes op. Daarna wordt de dosis radioactiviteit gemeten. Een onzichtbare, maar uiterst belangrijke eigenschap van uw film is zuiverheid. Deze mannen moeten haast net zo smetteloos zijn als een chirurg die de operatiekamer binnengaat. Zij trekken speciale pakken aan om te voorkomen dat stofdeeltjes de film besmetten. In deze sluis worden de laatste deeltjes stof afgezogen. Ze zijn nu gereed om de ruimte waar de emulsie op de film gegoten wordt te betreden. Ook hier is een bijna volslagen duisternis een vereiste. Een goedgekeurde rol filmbasis, die al van een lichtabsorberende anti-halo ruglaag werd voorzien, is in de gietmachine bevestigd. De emulsiegieter controleert voor de laatste maal zijn instrumenten en geeft dan het sein om de emulsie van de bovengelegen verdieping naar de gietmachine te laten vloeien. De leidingen waardoor de emulsie vloeit zijn van roestvrij staal. Andere metalen zouden met de emulsie kunnen reageren, waardoor de fotografische eigenschappen van het eindproduct zouden veranderen. Op het punt waar basis en emulsie tezamenkomen, wordt de fotografische film geboren. Omdat alles donker moet blijven, overtuigt de emulsiegieter zich er met een speciale infraroodkijker van dat zich geen luchtblaasjes of andere gietfouten voordoen. De natte film begint nu zijn lange reis door de droogkamers. Aan het einde hiervan, uren later, wordt de droge film op rollen gewikkeld. Het verwisselen van deze rollen in bijna volslagen duisternis vraagt ervaren handen. Hoewel de opwikkelrol stilgezet wordt, gaat de machine door met emulsiegieten. Een speciaal opvangsysteem zorgt ervoor dat voldoende tijd beschikbaar is voor het afnemen van de volle rol en het opzetten van een nieuwe. Teststroken worden afgesneden en naar de afdeling kwaliteitscontrole gezonden. Hier krijgen ze een nauwkeurig afgestemde reeks proefbelichtingen. Na het ontwikkelen wordt deze serie in een automatische densitometer geanalyseerd. Eén druk op de knop en het apparaat tekent de curve die aangeeft hoe de film op licht reageert. We zijn er nu zeker van dat er goede foto's mee gemaakt kunnen worden. De goedgekeurde film wordt, na nogmaals te zijn gekeurd, in smalle banen gesneden. De controleur tast de film af en speurt naar foutjes in de emulsielaag. De handschoenen draagt hij niet alleen voor de zuiverheid, ze versterken bovendien alle ongelijkmatigheden die zich in het oppervlak van de film mochten voordoen. Een tweede controleur bevoelt de snijranden van de film. Elk filmgedeelte dat niet perfect is, wordt verwijderd. Deze controles vinden vanzelfsprekend plaats in het donker.
Een andere machine maakt tegelijkertijd het gele schutpapier gereed dat de film tegen lichtinval moet beschermen. Het papier wordt op breedte gesneden, de randen worden iets afgeschuimd. Hierdoor kan het papier zich strak tegen de spoelflens klemmen. De controleur betast de randen en overtuigt zich ervan dat alle plakstrookjes zijn bevestigd. De drie delen waaruit de rolfilm is opgebouwd, schutpapier, film en spoel, komen tezamen in de automatische wikkelmachine. Papier en film worden op juiste lengte afgesneden, aan elkaar bevestigd en met een snelheid van 2000 omwentelingen per minuut gewikkeld op de spoeltjes. De spoelen worden met magnetische grijpertjes aangevoerd. Al deze bewerkingen geschieden natuurlijk weer in het donker. Van de gereedgekomen rolfilms wordt een gedeelte opnieuw op kwaliteit getest. Ze krijgen een gedoseerde proefbelichting en worden ontwikkeld. Daarna wordt bekeken of de dekking gelijkmatig is. Het tempo versnelt. Deze machine sluit de rolfilm in een luchtdichte verpakking en vervolgens in het bekende gele doosje. Hij verpakt honderden films in enkele minuten. De films worden gesepareerd en komen dan in een geleidebaan. De luchtdichte verpakking wordt dichtgelast. Dan verdwijnen ze in de gele doosjes die in een eindeloze reeks van de lopende band komen. Een van deze doosjes zal misschien bij u terechtkomen. Het volgende kan naar de andere kant van de wereld reizen. Deze en vele andere films voor amateurs en vakmensen ontstaan in dit reusachtige complex van mensen, gebouwen en machines. Films voor foto's in zwart-wit of kleur. Dankzij de voortdurende zorg bij de fabrikage is de Kodak-film die u in uw toestel zet van een constante kwaliteit. En laat geen enkele opnamekans voorbij gaan. U leeft in het wonderbaarlijke tijdperk van de fotografie. En u kunt al het plezier en de opwinding van heugelijke gebeurtenissen voor altijd vastleggen. Vang die vluchtige momenten. Ze komen misschien nooit meer terug.